ik maak me wel eens druk over nieuwssites. Ik vind nieuws, zeker in Nederland, vind ik de nieuwssites zo ontzettend slecht. Die zijn... de NRC, dat is een paar berichtjes met een heel slechte redactie eroverheen. Het is echt gênant af en toe hoe slecht dat is. Die heb ik dus, dat las ik als enige, dat heb ik uit mijn bookmarks verwijderd. Oké, echt wel. Echt gênant vind ik dat. Maar zijn dat NAP of hoe noem je het, ANP-achtige berichten? ANP, nee, het is echt van een redactie. Alle andere sites, dat zijn ANP-berichtjes. Ja. En de NRC doet een soort van popi-jopi, domme berichten. Het is onder elk niveau. Oké. Maar ik lees geen papieren kranten. Dus, en de digitale editie waar je voor kan betalen, dat is gewoon een PDF-versie. Dus dat is ook niet iets. Weet je, ik wil kunnen linken naar dingen, anders bestaan ze niet. Ja. En wat ik nu laatst zag, dat was The Evening Edition. Dat is een nieuw Amerikaans concept. En wat die doen, die elke avond om 5 uur. Posten ze 5 berichten. Oké. Okay. Van wereldwijd nieuws. Ja. Want dit is het nieuws van vandaag. Zo van de samenvatting. Ja. Een soort van het journaal van vroeger of zo. 5 punten die uitgelicht worden met linkjes naar als je er meer over wil weten. Mm-hmm. En that's it. En de hele dag verder niks. En hebben ze dan dossiers of zo die eraan hangen? Of, nee. Oké. Okay. Nee. En wat daar, het is heel minimaal van 5 dingen. Oh cool. En wat er zo fijn aan is, is dat het... Ik ververs nu niet meer. Ik ga nu niet meer eens kijken, is er nieuws? Nee. Voor mij is het midden in de nacht wordt het gepubliceerd. Dus 's ochtends lees ik even wat ze hebben beschreven. En ze beschrijven het ook goed. Het zijn goede stukjes, goede samenvattingen. Voor wat er aan de hand is. Met inderdaad links naar verdieping. Oké. Okay. Dat is wel heel erg prettig. En is dat dan wereldnieuws? Of kan je daar zelf soort van vinkjes aan zetten? Nee, je kan niks aanzetten. Het is gewoon hun nieuws. Zij bepalen, dit is wat er in de wereld gebeurt. Ik zelf dacht, oh, dat gaat natuurlijk heel erg America-centric worden. Yeah. Maar dat is niet zo. Okay. En dat is fijn. Dus er staat veel over de euro, maar ook over de andere werelddelen. Nou, andere werelddelen worden eerlijk gezegd nog wat onderbelicht. Maar dat is eigenlijk in Nederland ook zo. Hoe vaak lees je nou iets over Australië? Heel erg weinig. Dat is echt een heel erg geïsoleerd continent. Ja. Of Zuid-Amerika. Bijna nooit wat komt erover in het nieuws af en toe. Nee, ja, hooguit als Mexico een nieuwe president heeft. Of maar als... dat is geen Zuid-Amerika. Oh, crap. Venezuela, daar heb je die ja, rare pipo. Knip we er even uit, jongens. Oeps. Maar zit er dan ook entertainment tussen? Of is dat een bepaald soort nieuws? Het is wel, het is... Politiek of wereldnieuws? Iets serieuzer nieuws. Ja. Dus je zal er niet lezen over dat er een beer is geboren in Artis. Nee. Daarvoor moet je bij het Parool of bij de Telegraaf blijven. Bij de persberichtenhoek van... De ANP. Inderdaad, ja. ANP streams kan je daarvoor gebruiken. Ja. Dus ik vond dat zelf, ben ik daar heel blij mee. Want die fixatie met nieuws is daardoor weg. En, want er is ook meestal is er geen nieuws en het slaat allemaal helemaal nergens op. Nee, en het is nieuwsmakerij, hè, voornamelijk. Ja, precies. Ze leven lekker. Het is rustig en overzichtelijk en 1 keer per dag, fijn. Ja, ik denk dat ik zelf ook wel eens ga kijken. Ik vind het een goed idee. Dat zouden Nederlandse sites ook eens kunnen doen. En niet alleen sites, maar bijvoorbeeld ook andere media. Ik hoorde van, want ik heb geen televisie, maar ik hoorde van collega's dat we dus dat het journaal tegenwoordig, dat daar lopende mensen in zitten. Dus dat het niet meer wordt voorgelezen, maar dat ze eerst een blokje om moeten voordat ze... bij het scherm komen die ze dan op een hele ongemakkelijke manier moeten aanraken. Zodat ze slides kunnen laten zien van het veranderende weer. Of iets dergelijks. Zij vonden het allemaal heel erg grappig, maar ik denk, en zo serieus. Ja. Dus er is echt helemaal niks in de wereld waar een miljoenenbedrijf, want dat is het journaal. Ja. Waarin een miljoenenbedrijf als het NOS... Ja, ik ben druk. Oh jongens. Waar zij zich hun energie op kunnen richten. Dat moet toch blijkbaar allemaal verdund worden met loopjes van dames die nog niet zijn afgetraind of mannen die ongemakkelijk bukken.